sind durch Not und Freude gegangen Hand in Hand. Oké. Okay. Ja. Aandoenlijk, hè? Ja. De nieuwe Eerste Kamerleden zijn gekozen en tientallen Eerste Kamerleden zullen dus plaats moeten maken. Vandaag is hier het afscheid. En wij spreken met de meest markante, denk ik, van het hele stel, de 79-jarige Theo Hiddema. Is dit uw definitieve politieke afscheid, hè? Vandaag is de dag dat de Eerste Kamerleden afscheid nemen? Ja. U keert niet meer terug in de politiek? Wie weet. Oh, waar zou u zich bij kunnen aansluiten dan? Ja, dan heb je het nou, hè. Je moet wel een partij hebben, want die ga ik zelf niet oprichten. Nee. En ik ga ook niet solliciteren. Collega's, ik kom toe aan het afscheid van de individuele leden. Theo Hiddema, de bekendste advocaat in de Kamer. Ook u werd 4 jaar geleden met voorkeurstemmen gekozen voor Forum voor Democratie. Samen met Paul Frentrop besloot u in 2022 uw lidmaatschap van de Forum voor Democratie-fractie op te zeggen en verder te gaan als tweemansfractie. Toen u de Eerste Kamer inging, ja, volgens mij had u ook wel uw bedenkingen bij het hele politieke spel en hoe het allemaal ging. Hoe ervaart u nu uw periode in de Eerste Kamer eigenlijk? Nou, ik heb maar een halve periode gezeten, hè? Ja. En, nou, het is geen spektakel gebeuren wat je hier wacht. Nee? Nee. En waar ligt dat dan aan? Met alle eerbied, ook aan de leeftijd van de senaatsleden? Dat heeft er niks mee te maken, omdat de kaarten zijn geschud in de Tweede Kamer, in de coalitie. Ja. Maar heeft u het idee dat u wel een bijdrage heeft kunnen leveren? Of wat is uw voornaamste bijdrage geweest in uw Eerste Kamerlidmaatschap? Nou, zelfs de minister van Justitie een stok tussen de benen gestoken. Ja? Ja, die heeft hier een nederlaag geleden door onze partij. Met z'n tweeën hebben we dat gedaan. Ja, moet u mij even helpen herinneren? Ik heb dat niet meteen paraat. Dat was een wet die moest taakstraffen onmogelijk maken bij geweld tegen hulpverleners. Hm. En de minister had gezegd, als we dat nou doen, dan wordt Nederland veiliger. Nou, dat vond ik zo'n bullshit. Ja. En dus daar hebben we de oppositie tegen gevoerd. En dat voorstel is verworpen. Dankzij onze inbreng. Ja, dus u heeft wel degelijk, als u nu zo hier voor de laatste keer staat bij dit prachtige pand, het idee van, nou, ik heb wat kunnen bijdragen aan de democratie in Nederland. Ja, ja. Nou, dat weet ik niet. Nee. In hoeverre dat is ingedaald in het democratisch besef bij de mensen, weet ik niet. Als u nou kijkt naar ook inderdaad de manier waarop dus de politiek wordt bedreven, hè, de Eerste Kamer wordt misschien ook wel een beetje een stempelmachine genoemd. Mm-hmm. Zou dat anders moeten nu u in beide kamers heeft rondgelopen? Nou, als ik een eerlijk antwoord moet geven, zie ik niet het praktisch nut van de Eerste Kamer. Maar u heeft er net jaren gezeten. Ja, daar mag ik het zeggen. Waarom heeft het geen nut dan? Ik heb het gezien. Ja. Maar is het niet goed dat er nog een extra toetsing, controle komt op bijvoorbeeld een pensioenwet? Ja, nou, je ziet wat ineens gebeurt. Ja. Dus ja, het is uiteindelijk natuurlijk door de Eerste Kamer gekomen ook. Kijk, dan zou je beter een constitutioneel hof kunnen hebben. Die op het punt van artikel 63 de wet toetst aan de grondwet. Ja. Maar wat hier binnen gebeurt, ik zeg u, de kaarten zijn geschud. De coalitiebelangen van aan de overkant, die zijpelen hierdoor. Ja. Maar dat is dan toch wel een beetje, ja, dat had u misschien ook wel eerder kunnen zeggen van ik pak mijn biezen en ik stop ermee. Ja, maar ik wil oran politicus worden. U bent nu, met alle respect, 79 jaar. U heeft nog een advocatenkantoor in Amsterdam. En in Maastricht. Maar wat gaat u dan de komende jaren doen eigenlijk? Pleiten. Ja, gaat u meer pleiten weer? Nou, ik pleit nu wel 2 keer in de week, hoor. Okay. Ik heb mijn in het jaarkaart weer volop in bedrijf. Okay, dus we hoeven ons geen zorgen te maken dat de heer Hiddema straks achter de geraniums belandt? Nee. Nee, dat kan ik me niet permitteren. De schoorsteen moet roken. Ik heb geen wachtgeld, ik heb geen pensioen, ik heb personeel, 2 kantoren. Hoe stel je dat voor? Kijk, ik heb een boodschap. U kunt hem even kijken als u wilt. Ja, wie is dat? Kijk, ja, leuk, hè? Kijk. Ja. Theo, vandaag neem je afscheid als senator. Het is het slothoofdstuk van 5 of 6 hele mooie jaren die we hebben gehad. Bijzondere jaren met ups en downs natuurlijk. Maar over het algemeen heb ik hele warme herinneringen aan onze tijd samen, onze avonturen. En ik wens je natuurlijk het allerbeste, gezondheid, geluk. Ik mag dan eigenlijk niks zeggen natuurlijk, maar ik, zoals ik de heer Baudet ken en de heer Hiddema, verwacht ik een enorm prachtige spreuk, Latijn, noem het maar. Wir sind durch Not und Freude gegangen Hand in Hand. Oké, okay. Dankjewel. Ja. Aandoenlijk, hè? Ja.
Bent u niet bent u geroerd? Nou, ik weet hoe die in elkaar steekt. Hoe dan? Nou, hij heeft een warm kloppend mensenhart. Hm. Ik heb ook nooit een hekel aan hem gehad. Ik kon alleen niet meer politiek met hem door de deur. Nee. Nee, we hebben natuurlijk gehad op een gegeven moment dat gedoe in de Tweede Kamer nog. Dat ging geloof ik om de racistische appjes toen die rondgingen. Bij de Eerste Kamer ging het volgens mij ook op een gegeven moment over het bezoek van Zelensky. Hè? De aanwezigheid daarbij van Forum. Afwezigheid. Ik had net een artikel in jullie krant Poetin een proleet genoemd. Ja. Een dag later komt hij melden dat Poetin een milde oorlog voert en een held is. En dat houdt het op. Ja. Ja, toen dacht u van dan kan ik niet mij met Forum of met Baudet vereenzelvigen meer. Nee, dat gaat. Nee. Hoe kijkt u nou naar zijn politieke weg die hij heeft afgelegd? Moet daar naar kijken. Ja, en wat denkt u dat zijn voorland is? Want laten we wel wezen, hier in de Eerste Kamer was het natuurlijk... Nou, zo aardig, hè? Zolang ik nou in het politieke bedrijf zit, heb ik nauwelijks de tijd gehad om mijn eigen... Ja, welluidende politieke ideeën en praktische oplossingen. Nou, eens breed onder de aandacht van het publiek te brengen. Ja. De hele tijd werd ik onderbroken door gezeik. Wat vind je van Baudet zo? Wat vind je van Baudet die? Wat vind je van Baudet? Nou, daar haal ik nu mee op. Oké. Okay. Oh. Nou, uitstekend. Maar nou, laten we dan even het podium pakken als u zegt... ik wil mijn eigen politieke visie op het land tentoonspreiden. Nou, hier is de camera. Wat is het? Heeft u een stappenplan in gedachten dan? Dat is dan bespottelijk. Hoezo? Ik kom hier net de kelder uit, uit de Eerste Kamer. U zegt er is niks te doen in die Eerste Kamer. Ik denk u van nagedacht. Zit erop vandaag. We krijgen straks formeel afscheid. Misschien word ik nog gedecoreerd, weet jij veel. Nou ja, wie weet. En dan ga ik hier een potje zitten kanker op het huidige politieke systeem. Ja. Dan moet je overmorgen maar terugkomen. Oké. Nou ja, goed. Ik vond het mooi dat u aanwezigheid in Politiek Den Haag... Politiek Den Haag heeft verblijd met uw aanwezigheid. Zo moeten we toch wel een beetje zien ook. De kwinkslag misschien. Ja, ik zoek altijd wel de vrolijke noot. Ja. Dank u wel. Maar je mag niet hardop lachen hier. Is dat zo? Nee, dat disqualificeer je het bedrijf. Oké. Nou, het gaat u goed. Dank u. Geniet van uw afscheid. Ja. En wellicht tot ziens. Dank u wel. Dank u wel. Buurt er helemaal van op. Ja, nou, uitstekend.